is Punch-Out. Punch-Out. Zorg dat je het onthoudt, de plek waar je carrière begint of ophoudt. Hey daar, ik ben Popjorm, ook wel bekend als Jorm Popcorn, ook wel bekend als Kokkor in de Zomer, ook wel bekend als Snorlax met ademhalingsproblemen. Hoe heb ik POB ervaren? Nou, ik heb 3 battles gedaan, 3 keer gewonnen. Dat is echt moeilijk, man. Ja, ik word wel eens bedreigd op social media. Alle social media, eigenlijk Marokkaantjes, oh, racisme. Marokkaantjes vinden het heel leuk om het woord kanker te gebruiken en dan gewoon een zelfstandig naamwoord erachter te voegen. Gewoon kankerezel, kankerjongen, kankeraap, kanker iets. Gewoon, dat vinden ze leuk. Maar in het echt, dan heb ik niet zoveel haat. Heb ik juist meer mensen die me wel mogen. Heel leuk, heel aardig zijn ze dan. Ik denk niet dat de faam naar mijn hoofd is gestegen. Zo denk ik niet, zo ben ik niet. Zo ben ik. Wat is mijn tofste moment in POB? Mijn allerbeste battle tot nu toe? Nou ja, ik hou er heel erg van om creatief te zijn. Om echt het beste in mezelf naar boven te halen. Dus ja, ik weet niet. Beslis jezelf maar. Ja, mensen vinden inderdaad dat mijn battle tegen Noorzu net iets te ver ging. Ikzelf ben het er echt niet mee eens. Dankzij mij is Noorzu nu een van de meest geliefde mensen in battle rap. Hij zit in de top 16. Graag gedaan, Noah. Graag gedaan. Wat vind ik van Nick V? Van Nick... Welke battle vond ik het allerbeste van Nick Veen? Nou, ik heb helemaal niet veel gekeken. Ik was te druk bezig met M. Night Shyamalan die zijn split trainer liet zien. Dat was best een leuke trainer. Ik ga hem pakken op wat hij het beste vindt. Hij het leukste vindt. Hij is echt voor de PVV. Ik ga die nationalistische man laten zien wat nog echt nationalistisch is. Wat vind ik van de 8e finales? Nou, sommige battles worden wel echt een bodybag. Andere battles kunnen echt wel close worden. Ik heb er echt heel veel zin in om die te zien. Wie ik denk dat de titel gaat pakken? Nou, er zijn hele goede mensen, heel veel, allemaal heel veel talent. Maar voor mij is het wel een duidelijke winnaar. Volg mij op al mijn social media. Jorren_popcorn. Of op Snapchat, Jorren normaal schrikje popcorn. Ik wil views, ik wil volgers. Ik wil mensen die zeggen dat ik goed ben. Dat wil ik. Ik wil geen haters, ik wil geen Marokkaanse haat. Wees erbij 25 juni. 25 juni in Rotterdam. Geen Club Empire meer. Voel weg Club Empire. Nu plan C. Plan C is het nieuwe plan A. En deze, ik ben plan B. Voel plan C. Dat is plan A. Precies dat. Voor de rest, hele fijne dag en stem op Jorren Popcorn.